Goedemorgen, vandaag is het zondag en zo redelijk overbelicht. Ik kom net uit bad en ik heb vandaag op de planning staan om mijn huis redelijk goed op te ruimen. Want de aankomende periode ben ik heel erg druk en dan wil ik gewoon in een opgeruimd huis thuiskomen. En ik moet een aantal koffers inpakken voor een aantal reisjes. En sowieso slapen er mensen in mijn huis, dus moet ik ook zorgen dat dat allemaal netjes is. En vanavond ga ik eten met Danique, dus dat vind ik heel gezellig. Ik ga nu eerst eventjes mijn haar doen en even een wasje draaien en dan ga ik weer verder. De tafel moet helemaal leeg zijn, want dat schept zoveel onrust in mijn hoofd. En mijn slaapkamer waar ik eerst tot sliep, met mijn echte bed erin, zeg maar. Daar ga ik even allemaal setjes kleding op klaarleggen. En dan ga ik even de badkamer opruimen. En dan moet ik een Q&A opnemen en daarna ga ik lekker eten. Dus dat is redelijk druk. Ik ga beginnen, want anders komt er niks van. Ik ben nu dus mijn haar aan het krullen. En dat doe ik eigenlijk tegenwoordig. Ja, ik probeer dat eigenlijk iedere dag weer te doen. En ik vind het ook een soort van nu weer mijn everyday hairstyle. En dan krul ik het op één dag. En dan kan het gewoon nog een paar dagen zo blijven zitten. Het wordt eigenlijk iedere dag mooier. En dan komt er meer volume in. Maar als jullie een video willen zien over hoe ik mijn haar dus doe, let me know. Of als er video's jullie nog meer zouden willen zien. Een daily make-up look of dus een daily hairstyle. Of ja, bedenk het maar zo gek. Let me know. Ik heb mijn haar gedaan en ik ga nu een Q&A opnemen. En daarna komt Danique en ze heeft me dit allemaal foto's gestuurd van producten die zij binnen heeft in de winkel. En er komt een aardige zak met spullen mijn kant op. Dus dat vind ik heel leuk. Dus ik kan niet wachten tot ze er is. En ik ga eventjes nu dus de video opnemen. Ik heb net een Q&A opgenomen. En ik ga nu eventjes video's in de upload zetten. En daarna komt Danique. Zo, dit is een lekkere close-up. Oh, zo, steeds heftiger. Ja, zo. Oké, ik ga dat eventjes doen. Ik heb gewoon rugpijn gekregen. Ik zit de hele tijd zo rechtop op die bank. En dan dit, zeg maar, mijn lampen met mijn statief en mijn Red Bull. En dan zet ik zo mijn camera neer. En dan moet ik een beetje zo recht blijven zitten. Dus dan krijg ik een beetje pijn in mijn rug. Oké, boeiend. Ik ga op de bank liggen. Alles weer lekker in de oplader. Ik doe dat echt altijd. Dan ben ik gewoon bezig met mijn leven. En dan is alles leeg. Terwijl ik gewoon thuis ben. Dan moet ik daarna de deur uit. En dan heb ik een lege telefoon. Dat is echt zo kut. Zo. Ik ga trouwens, het ziet er echt niet uit, maar deze slippers van die Fenty Puma collectie bij Rihanna zitten zo fucking lekker. Dat is echt niet normaal. Echt zo lekker. Ik heb ze iedere dag aan thuis. Mijn internet doet het niet. Ik word helemaal gek. In de Q&A die ik net opnam, kreeg ik een vraag met waar me het meest aan irriteer. Toen dacht ik, laat ik die vraag lekker niet beantwoorden. Laat ik het positief houden. Toen stopte mijn internet met werken. Nou, als iets mijn grootste irritatie is, is het wel dat. Ik word gek. Ik word helemaal gek, gek, gek. Oh, joh. Ik heb jou ook gemist, schat. Oh, ik zie eruit. Ik zie eruit. Ja, ik vind het goed. Leuk dit. Oh, mooie tas. Echt, oh, hij is echt heel mooi. Sick, hè? Oh, lekker zacht ook. Echt prachtig. Deze ga je echt nog jaren gebruiken. Die is zo mooi en tijdloos. Ja. En eindelijk goud. Echt heel blij mee. Echt zo mooi. Ja. Love it. Ik ben met Danique en met Paola. Ja. En we gaan lekker eten bij Imperio Romano. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik had er eigenlijk niet meer bij nagedacht. En toen had ik aan Danique een aantal restaurants voorgesteld. Een aantal, 36. En toen zei zij, of die ene met die pasta. Omdat ik die al 20.000 keer op mijn Insta-story heb gezet. En toen dacht ik, dat is wel een goeie. Oh, dat vlees daar is ook zo lekker. Oh, en die burrata en oh, alles is zo lekker. We hebben net 8 hoofd voorgerecht op. En we gaan nu lekker. Oh, top. Oh, zo lekker. Thank you.
Wij zijn lekker aan de derde gang. Nee, dat is eerder dat je denkt, dat is niet waar. Oh, dit ziet er ook mooi uit. Zo, Paola, Q&A. Mag ik ook nee zeggen? Kut, hè? Dit is de reden waarom ik Monica haat. Zo. Wij zijn weer thuis. We hebben lekker gegeten bij Imperio Romano. En Danique is even mijn boek aan het lezen. En Danique is de eerste die mijn boek heeft gelezen, samen met mijn broer. Alleen dat vriendenboekje gedeeld had ze nog niet gelezen. Dus dat is ze nu aan het doen. En je kunt mijn boek ook via Danique haar site bestellen. Mosmans.nl. En dan krijg je hem via Danique. Ja! Dus dat is hartstikke leuk. En ik heb weer een aardige tas met cadeaus binnen. Dus die ga ik eventjes laten zien. Ik twijfel even of ik er een apart video van zou maken. Ik ga het eventjes uitpakken allemaal. Ik ga helemaal stuk, Danique is aan het lezen. En ze moet huilen. Ik heb Monica nog nooit zo hard horen lachen. Ja, maar ik vertelde vandaag in de Q&A, en toen vertelde ik iets over een boek. Volgens wat vond je het leukste hoofdstuk? Vind ik echt het vriendenboekje, omdat mensen dan aardige dingen zeggen die je normaal nooit zou zeggen over iemand. Nee, dat is echt zo, want je gaat niet zomaar tegen iemand zeggen van ja, ik vind het echt leuk aan jou dat je dit doet. Lesbie. Nou, heb je geen kukkel of zo? Je hebt letterlijk niks. Nee. Paniek is weer naar huis. Het was echt zo schattig. Ze ging eens mijn boek lezen en ze moest huilen van een hoofdstuk. Echt zo cutie. Ja, nu zit ik thuis. Het is inmiddels 1 uur. Ik moet morgen redelijk vroeg op. En ik heb al die kleding van Danique. Ik ga het gewoon laten zien. Ik ga gewoon een shoplog doen. Op de bank, nu. Zo, ik kan er wel een aparte video van maken. Maar ik ga het nu gewoon eventjes zo allemaal laten zien. Allereerst, dit is echt mijn favoriete item van de hele vangst. Dit is een jurkje en hij is blauw en hij heeft zo'n soort, ja, ik weet niet, stippeltjes, maar hij is echt zo cute. Echt zo'n mooi zomerjurkje, I love it. Deze is te bestellen op Mosmanted dus, alles is gewoon van Mosmanted. Deze kost €44,99. Dit is echt het allerleukste jurkje ever. Ik kan niet wachten om deze te dragen. Dan hebben we deze in het wit. Danique had vandaag hier een blouseje van aan. Maar die is dus ook allemaal in een jurkjesversie, echt heel cute. Echt zo'n maagdelijk jurkje. En deze is ook €44,99. Een shortje. Die zijn altijd goed. En vooral nu de zomer eraan komt. Dus dat is top. Deze kost €19,99. Dan, oh ja, dit is echt mijn favoriet. Dit is zo'n flared rode broek. Hier ben ik echt zo blij mee. Deze vind ik echt heel erg leuk. Ik zit er gelijk allemaal dingen te bedenken hoe ik hem ga combineren. Deze is €39,95. Dit is echt... echt een favorietje. Heel leuk. Ik heb hem echt al een paar keer op de site gezien. Dan was hij weer uitverkocht. Bla bla bla. Maar die is top. Oh ja, dit is een van mijn favoriete jurkjes ook. Samen met de blauwe. Met allemaal sterretjes erop. Ik vind sterretjes sowieso altijd echt heel erg leuk. Dit is echt wel een favorietje dus. En deze kost... staat er niet op. Dus dan moet je even op de site kijken. En dan hebben we ook nog zo'nzelfde jurkje. Alleen dan met een luipaardprintje erop. Dus deze moet je wel heel leuk combineren. Wil het niet ordinair worden. Maar dat vind ik echt heel leuk ook. Waar is mijn telefoon eigenlijk? Nou, whatever. Ik ben echt vanochtend was ik ook mijn telefoon kwijt. En ik heb heel de ochtend gezocht. Ik heb naar mensen gestuurd op Facebook chat van... kan je me alsjeblieft bellen? Want ik ben mijn telefoon kwijt. Toen lag hij dus onder mijn dekbed. De next one is deze. Oh, dit is een heel mooi jurkje dit. Ik had hem eigenlijk niet zo mooi verwacht. Het klinkt heel raar om te zeggen, maar... het is echt zo... of nee, dit is een jumpsuitje trouwens. Maar hij is echt heel erg mooi. Ook een lekker stofje, lekker dik. En ik zie echt wel helemaal zo'n mooie... leuke zomerfoto voor me. Dan hebben we ook een heel leuk rokje. Spijkerstofje. Met een, ja wat is daar, een soort vogel erop. Very nice. Dan deze blouse, die vind ik ook echt geweldig. Zie je, zo'n doorschijnende blouse. En dan, ik weet niet, ik zie mezelf wel dragen. Deze is €49,95. Ik vergeet helemaal die prijzen op te noemen. Deze is ook €49,95. En deze.
Weet ik niet. Staat de prijs niet op. Then we have... Oh ja, deze broek is heel leuk. Je denkt nu echt, is dit een babybroek? Maar hij is heel stretchy. En hij heeft hier zo'n heel groot gat. En dan hier twee iets kleinere. En dit is de cut-out jeans. Maar ik heb geen idee hoeveel deze kost. Dat staat hier niet op. Maar het is echt een heel leuk zomerbroekje. Dan hebben wij ook nog deze grijze broek. En die heeft twee van die kniegaten. En van deze weet ik ook de prijs niet. Dit soort broeken zijn zo top. Want die zijn heel erg, zeg maar, ze lijken nu heel klein. Maar ze zijn super stretch. En daar hou ik echt van. Want dan zit hij op elk lichaam, zeg maar, mooi. Niet dat je, dat hij gewoon bij de een flubbert, bij de ander veel te klein is. En er drie mensen in passen. Maar deze broeken, serieus. Danique heeft altijd broeken die ik dan letterlijk gewoon een half jaar draag. En dan is dat de enige broek die ik een half jaar lang draag. Gewoon dan heb je even, je hebt toch altijd één favoriete broek die je het liefst altijd aantrekt. Ik heb dat of met broeken van de Topshop of met broeken van Most Wanted. Dan hebben we hier nog een broek van Most Wanted. Zwart met een gaten. En hiervan weet ik wederom de prijs ook niet. Wat is dat niet op? Dan hebben we nog een broek. En dit is een basic zwarte broek. En daar kun je echt letterlijk nooit genoeg van hebben. Oh nee, hier zitten twee van die gaten bij de knieën. Maar kan je letterlijk nooit genoeg van hebben. Deze kost 29,95. En ik heb echt hele betaalbare broeken altijd in de winkel. Dan hebben we dit super chille dingetje. Dit is echt zo lekker voor als je op vakantie, zeg maar. Oké, tuurlijk heb je dan alleen maar chill dagen. Maar als je dan ook nog eens een echte chill dag hebt, is dit echt zo'n heerlijk jurkje. Echt met zo'n joggingstof. Echt super lekker. En deze kost 16,99. Dus ook echt allemaal heel betaalbaar. Dan deze superleuke roze trui. Ik hou van truien, zoals jullie weten. Ik draag bijna iedere dag een trui. En dit is echt zo'n leuk roze kleurtje. Ik hou sowieso van roze ook. En deze kost 19,99. Ik echt... Danique kan letterlijk binnenzetten met drie zulke tassen met allemaal nieuwe goodies. Ik vind dat echt zo leuk. Hier hebben we een blouseje van waar ik net het witte maagdelijke jurkje van had. Hebben we dit blouseje in het zwart. Vind ik ook echt een beauty. Deze kost 34,99. Dan hebben wij natuurlijk ook nog twee soort van band shirtjes. Beetje rokachtig. Deze kost 19,99. Dat staat op Forever Wild. En dan is het, zeg maar, met zo'n choker effect. Dus dan is dit eruit gesneden. Of geknipt. En idem dito voor dit exemplaar. Die heeft het ook. En er staat een adelaar. Of wat is het? Dit zal geen adelaar zijn. Een vogel op in ieder geval. Dan hebben we nu dit super mooie badpak. Echt, ik vind deze echt heel mooi. En ik ben echt een badpakkenfan. Ik weet nog wel dat ik 3 jaar geleden volgens mij begon met het dragen van badpakken. Want dat draag je eigenlijk als kind. Daarna heb ik heel lang een bikinifase gehad. Toen dacht ik, ik vind eigenlijk badpakken wel heel mooi. En dat er toen een aantal jongens tegen me zeiden van, eeuw, draag je badpakken? Vind ik echt niet sexy. Maar een badpak kan echt serieus, vind ik, ook echt heel sexy zijn en heel mooi zijn. Dit is een badpak met zo'n cut-out eigenlijk. Dus dan heb je hier het topje en dan hierachter maak je zo het broekje vast weer aan die voorkant. Dus eigenlijk is het gewoon een bikini, maar dan met een stuk stof ertussen nog. Maar ik vind dat dus echt heel mooi. En het interesseert me helemaal niet zoveel wat andere mensen daarvan vinden. Maar ik vind badpak echt, vind ik juist iets meer toevoegen dan een bikini. Er zijn natuurlijk ook heel veel mooie bikinis. Maar mijn voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar een badpak. Deze kost trouwens 29,99. En dan hebben wij twee hele leuke rokjes. Deze vind ik heel schattig. Valt heel leuk te combineren met juist een iets stoerder t-shirtje of een heel mooi blouseje. Dus dat is heel leuk. En dan hebben we ook nog dit superleuke rokje. Met van die patches erop. En deze is 47 euro. En dat andere rokje. Ik ben echt totaal niet bezig met dit allemaal goed bekijken. 39,99 deze. En dan tot slot twee hele leuke jasjes. Namelijk deze. Deze is, het is gewoon een zwart leren jasje met allemaal van die drukke dingen erop. Dus eigenlijk moet je outfit hiervoor best wel rustig zijn.
En deze kost 120 euro. En dan hebben we ook nog deze in het zilver. Ook met allemaal printjes erop, maar echt met bloemen en studs en whatever. Het is best wel een heftig jasje. Dus je moet er echt van houden. En deze is 134 euro. Dus dat zijn iets, iets duurdere aankopen. Maar wel echt die eyecatchers. Dus dat vind ik ook heel leuk. Ik ben echt fucking blij met al deze spullen. Ik word echt gek, want mijn internet doet het niet. Dus kan ik mijn video's niet uploaden. Daar word ik een beetje chagrijnig van. Ik ga lekker make-up afhalen en slapen. Ik ben klaar met deze dag. Zo, ik ga lekker slapen. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. En ik heb morgen mijn camera zelfs kapot. Ik heb hem laten vallen en er is een schroefje uit nu. En nu kan ik dus mijn beeld helemaal een soort van verschuiven van mijn camera. Ja, ik ga lekker slapen. Ik heb morgen een behandeling in de ochtend. Dus ik ga lekker vlog afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei doeg!